Rijn. Ik geloof net dat het topsport is. Ik bedoel, als toen een heutrieder zus train, een busjes train. Ja, ik heb eigenlijk alles van mijn huid wat leerd. En hij het van zijn huid leerd. Ik hou er wel van het mens in dek. En ervoor en uit net doordoen. Nou, wegwezen dan maar. Mijn vader op dit schip nou staat. De journaal zei dat dat liep wel een raket. Tieden hebben tieden en we zijn net een museumspot. Nou, wat ben je Andries? Ja? Is je wat tevreden over? Ik mag ze wel helemaal voorin hebben, die zwaan, hoor. Ik moet even die gewicht van die animo toch even compenseren. Ik ben er met opgegroeid. Ik ben met alle wie ik op het goedje kwam. Ketelbeentje Pieter, wie Ranje jongen. Dus Fut mij en dan witte Ranje. En ik wil wat gemeener, ik help met zijn jongen en neven bij me. Ik denk, zal die man wel krijgen? Ik word jongen en neven tot Ranje in. Het zeil dat de brandweer. Dat is hartstikke mooi. Ja, zo groeis erin. Het is een beetje een virus, we wisten mij besmet. En dan Ranje jongen, dan weer Zwudderman, pijlen heb ik nog niet. En toen wil ik schotterman worden. Dat heb ik voor mij wel voor een 20 jaar dien, schotterman. Dat voel ik eigenlijk heel erg mooi. Het spul zetten, zeil strappen. Alle facetten van het zielen leest dan. Het meterscootje, de Eldert Cites, wordt in Jontje 10 gebouwd in Drachten. Het binnen de jaren dat een soort vracht vervierd wordt door het wetter. De scootjes vallen op om ze vlug binnen. De lading bestaat vooral in turf en don, dat naar pleertsen gebracht wordt. De skippers houden in minder drukke tieren onderling ook wedstrijden. Gouders organiseren het door de pleerselijke kastlijn. De opkomst van de benzinemotor in de jaren 30 zorgde ervoor dat scootjes heel iets minder inzet werden. Een soort vracht werd ernaar over de dijk vervierd. Door een gebrek aan brandstoffen zal het scootje in de Tweede Wereldoorlog een opmerkelijke revival maken. Ook komt er heel iets meer interesse voor het wedstrijdzielen, ook met scootjes. Het zal in 1944 leiden tot de oprichting van de Centrale Commissie Scootjeszielen, de SKS. Het begin van een wedstrijdtraditie. Paken, wie een van de grondleggers van de SKS, Sietermeter, ja, die heeft toen een eigen scootje. Die heeft allemaal nodig aan de sield, toen voor hemzelf. Ik heb voor jou het sield, nou, toen had hij weer een scootje voor hemzelf gekocht. Wie is geboren, ik moest hem makker worden. En toen hebben we bij Verbol wat zielen in. Dat wie voor mij in de jaren zondag, 22. Toen ben ik 2 jaar. De naam Meter rint als een rare trier door het 69-jarig bestaan van de SKS. Het is Lodewijk Meter, skipper van Huzem, die de vereniging in Jontje 53 redt van de ondergang. In dat jaar binnen er eens te min deelnemers. Lodewijk, die zelfs een werf had, kan er nog een paar scootjes bij regelen. Zodat de dag zield werd om het SKS-kampioenschip. Lodewijk zielt de gerne met zijn broer Siete, die later met zijn zoon Eldert een eigen scootje krijgt. Eldert zult zijn huid opvallen als skipper en jouwt zelfs het helmhout weer terug aan zoon Pieter. Mijn huid zielde vroeger bij mijn Lodewijk, weet ik nog wel. Want ik ben dus van 46 en in 47 ben ik voor mij een beetje begonnen te zielen. Ik ben hier oud. Ja, ik ben hier 5, 6, ik denk. Toen begon mijn huid zelf mijn scootjes. En toen ben ik bemanning mij worden. Hebben de koekelijk zielen. Bij mijn Lodewijk hebben we net aan boord kwamen. Die al te volle bij natuurlijk, familie te groot. Nou ja, ze hebben voor dus zelf mij gong als bemanninglid. Dan heb ik zo lang wachten tot mijn huid omvoel. Ja, en toen ben ik dus skipper worden. En mijn huid weer, ja, ik kon wel even lelijk worden. Ik kon goed mee, want ik weer in het seizoen natuurlijk. En ik zit met het vak, ja, we konden elkaar goed. Ja, sterke kerel.
Iedere morgen, voordat er een wedstrijd begint, wordt er door de plaatselijke wedstrijdcommissie een zogenaamde routebespreking gehouden. Zo ook hier op de Veenhoop. Er wordt uitleg gegeven over de die dag te zeilen route. Siete Meter heeft zo zijn eigen ideeën over die route. Maar als dan aan alles de stukken is, wat dan? Nee, dat zit met de broen in de handjes, nee, maar dat is net betroerd. En dan wist wel wat er me kwam er onder zielen. Bij mij en me kwam er niks. Je kent hem wel heel wat van. Ja, dat is wel heel wat. Lodewijk Meter is het met zijn broer Siete eens. Er wordt naar ze geluisterd. Het is ook onverstandig om de adviezen van zulke ervaren mannen in de wind te slaan. Die jongen doet praat, krijgen we net aan het hutsie, dan krijgen we maar een vraagje bieten. Goedemorgen. Namens Zevenwolde mag ik u van harte welkom heten voor de 32e editie van Lemmer Ahoy. Welkom allemaal, ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. We hebben dit jaar een record, toch weer een record, aantal scootjes van 62. Mijn hele familie die sielde op mijn scootje. Ik weet wel van tot mijn twaalfde, hier kan net zo'n volle doel hoor. En toen ben ik gewoon mijn ziel gegaan. En dan merk je dat je het leuk vindt en dan ga je er verder mee. Nou ja, dan komt het moment dat ze een keer vrede als skipper zijnde. Nou ja, dan ziel je op mijn scootje als skipper. Nou ja, dat is volgens mij in de mini-day het allermooiste wat er is. Johannes Meter is dit hier de nije skipper op het scootje van Langwaar. Huid Hitzer stie on het helmhout bij Jenne Woord. Die de skippers vaak wil leren van zijn huid Lodewijk. Pak wat haaien! Pak wat los! Ik heb nooit met mijn paar gezield. Ik heb nooit met mijn paar aan boord zitten. Maar u spraken wie wel een man van... Dat is maar één manier en dat is één manier. En je moest naar hem luisteren, maar door was wel die boos. En ja, dan dat kon je maar accepteren dan. Waar hebben we begonnen, man? Petit. Het zijn lykwels net de meters die in het verliezen succes hier in een maatskoetsje van Langwaar, maar zwaga's. Het is Ulbe Zwaga, die van Jontje 48 onder mij Jontje 50 kampioen wordt. Een legendarische skipper die letter maar grauw nog maar leeft zo'n titels binnen helpt. Was het vroeger Ulbe Zwaga, nu zijn het zijn zoons. Dit jaar zelfs drie die de naam Zwaga hoog houden. Vandaag is het Lammert Zwaga die wint met het scootje van Langweer. In 1980 werd Langwaar voor het laatst kampioen, maar de zoon van Ulbe, Lammert Zwaga. En dat steekt in het wettersport dwarp. Dat zond een aantal hier een heel ambitieuze scootjecommissie had. Langwaar maakt weer maaschillen in de varrein van de SKS. In 2011 werd daarom zelfs het team Roy Heiner, bekend van de Volvo Ocean Race, inhield om skipper Ulbe Bransma in zijn bemanning te trainen. Zijn we een boeiende buurt nog? Dat is wel het maximale ongeveer nou. Terwijl wij 36 dagen en jong, hè, van ook 6 maart. Nou, het is en we krijgen de veert worden, zitten wij al op het scootje. En raden is zo goed te vermijden net, met leuk boel. Hoba. Misschien met die overstag, probeer je ietsje eerder te stoppen met sturen. Dat we misschien ietsje minder hoogte verliezen als we uit die overstag komen. Maar het zal net helpen. Ulbe Bransma eindigt in de achterlijn en wordt aan de kant zet. Zijn opvolger Jaap Zwaga batst ook maar de plaatselijke commissie en stapt begin dit hier zelfs op. Maar Johannes Meter had Langwaar in size getierd, al werd de vijfde nije skipper aan het helm houdt. Er is aan de hand dat er een enorm leger is van sponsoren, wel 263. Dat er een drive is, ik vanuit die sponsoren, om toch in elk geval mij te doen om te prijzen. Dat er een voorzitter is, Robert van der Werf, die er nog net zo lang, maar die heeft zijn wortels in de sport, heeft bij SC Heerenveen een eigen functie aan, dus die wil ik vooruit. Nou, dat is de cultuur van commissie van omzettend laag. En dat is genoeg, vrij sterk in het dwarp, maar ik bij de skippers die ze hebben, echt meesten die wend binnen vanuit de oude traditie te zien.
Toen wij erin stapten, zagen we dat we de afgelopen 25 jaar gemiddeld tussen de 11e en 12e plaats hebben gezeild. We snappen ook wel dat je niet binnen 3 of 5 jaar naar voren kunt zeilen. Dat stukje fanatisme wat wij als bestuur hebben, willen we graag terugzien bij schipper en bemanning. Nou, daar zijn we tot nu toe nog niet in geslaagd, nog niet op één lijn gezeten. En dat vinden we erg jammer. Maar goed, we hopen dat we nu de rust en stabiliteit hebben gevonden. Ik ben een heleboel plakken, die mensen wat te weinig tevreden met de schippers. Ze krijgen net tien keer aan natuurlijk, want ja, met 3 of 4 jaar hier, als ze net presteren, worden ze er ook knikkerd. Nou, dan kennen meesten nog net zielen met hun schip, want je bent er wel 4 of 10 in nodig voor het schip en een beetje kennis, hè, met de meidje dat je het schip goed onder de knebels krijgt. Dus ik vind wel dat ze inderdaad commissies, daar willen ze even goed bij nadenken moeten. Als ze mij gewoon zien zeggen, dat willen ze een beetje langer mee als wat ze nodig hebben. De prestagedrang van de Langwaddercommissie valt van de winter net al te goed in de schippersvergadering. Te professioneel vind ik gewoon. De trots zou de traditionele rol van de skipper in gevaar komen. Er wordt het bestuur van de SKS vregen in te griepen. In het begin hebben we dat net bovenop zitten, omdat dat kan gebeuren. Maar op een gegeven moment, als je zorgt dat dat een beetje een tendens wordt, hebben wij contact gehad met de commissie en hebben wij uitlijnd wat wij vinden, wat past bij het gedachtegoed van de SKS. Nou, daar hebben zij hun verhaal zien hoezetten. Maar we begrepen elkaar en zij willen ik binnen de gedachtegoed van de SKS, althans het besef is er, opereren. Dus ik denk dat er nou wel een bepaalde mate van stabiliteit nou begint te komen in Langwaar. Ik heb daar wel een uittocht natuurlijk. En ik wil zeggen, Langwaar benaderde mij toen ik van Lemmerouw ging. En dan volgen er eerst een aantal gesprekken. Nou, en dan heb ik hun idee en dan heb ik mijn idee. En nou, die ideeën die kwamen best wel bij elkaar. En ze hebben hier een onbeperkte tiertje aan. Ik heb ook al een vingerwijzen naar een commissie die graag willen winnen. Maar ze willen allemaal graag winnen. Je ziet een jonge generatie schippers. Die willen van elkaar winnen. Ze willen eigenlijk allemaal een nieuwe sneek worden. Dat betekent dat er meer gefaciliteerd gaat worden voor de schipper en bemanning. En dat dan wordt van verwacht dat ze er meer tijd in stoppen. Ja, en daardoor word je beter. En dat is een ontwikkeling. En dat vind ik eigenlijk gewoon wat voor jou. Ze moeten voortschrijdend inzicht. En het is aan iedere commissie om dat zelf in te vullen. De skippers van nu binnen dan ik net meer te vergelijken met de vagongers uit het verliezen. Al wie het alleen maar om de eerste voor alle scootjes nou gelijk binnen. Goed 50 jaar lien wie dat wel oors. De skipper koe doe van alles om zijn skip verrooien om het maar vlugger te maken. Ik heb er 2 extreem bij me gezet. De ene is de Klaas van der Meulen. Dat wil zijn dat er met dat scootje wat nood was aan de scootje doet ze onderwijs winnen. Toen sloten ze de hele inboedel eruit, donderden ze voort, want die wonen ze net met hun zielen. Dat kon net, dat zie je. 2 doet de Lemmer zijn schip wat Noodlemse scootje is gekocht. En dat verbouwden, toen zetten ze de meesten heel lang naar achteren. En Ulbe Zwager voorbij is het verhaal, die zegt het en die wist net wat er zegt. Zijn aan die meesten naar achteren en toen matter zijn hebben ze roppende van zijn schip. Hij hem nasteekje naar achteren, dan kan hij het roer voorop zetten en de kop achter. Nou, en dat jou krijgt dan hoe daar in die extreme tocht waren. Uit het hele land trekken iedere zomer opnieuw duizenden mensen naar de Friese meren om te genieten van het jaarlijkse scootjesielen. Allemaal worden ze een week lang geboeid door dit machtige zeilfestijn. Het wie toen oors, het wie toen zielen mij katoen en volgens mij wie het financiële spelletje wie ik minder toen de tijd. Maar de drang om te winnen is volgens mij toen de tijd net minder geweest. Ik heb hier een ringschild en volgens mij hebben we nooit, ik kan me net heuren dat we ooit mijn ring traind hebben. En dan zit ik op Lauwert en dan wie het vreet, nou als je met tongetjes voor de SKR de turen erbij, vreet even los en sneur de wedstrijd in. Maar echt, zoals het nou gebeurt, nee. En mijn high-tech, die oefende vroeger net, het winnen. Die zei, nee, de bemanning kwam één keer met de competitie bij elkaar. Nou, dan kijk ik wel. Moet weer even
Oh. Man, ben aan het prutsen. Het is te stil waar. Die mannen kwamen één keer hier bij elkaar. En dat weer dan met de competitie. Nou, dan moesten de eerste weken moesten ze oefenen. Ja, dan is dat de volle punten. Wat dan zie je gewoon een beetje geluisterd en langzaam komt er wel stijgende lijn in. En het tweede weekend, dan zeilen ze de sterren van de hemel. Dus ik zei ook wat in hun. Als we nou dat van tevoren het oefenen hadden, de eerste weken, dan wie we daar klaar mee. Dan kon je futten dadelijk knallen. En dan heb je misschien kans dat je wel kampioen wordt. Ja, dan zei, dat heb ik verhoren toen ik skipper wie. Ik zei, ik wil elke week even, als ze me één keer per week wijzen, even met mijn kant de fut. De plakjes even, iedereen heeft zijn eigen plakje. En dan moet je zielen. En dan heb je met de competitie hele voordeel van. Kom een slagje losser op de giek. Al die scootsjes binnen heel erg dicht bij elkaar komen qua capaciteit en qua snelheid. De factor mens wordt steeds belangrijker. Nou, je zorgt er ook een ontwikkeling in dat achter de schermen de skippers zich, een aantal skippers zich in die factor zich verbeteren willen. Net alleen de skippers, ook de bemanning. De communicatie onderling verbeteren, de handelingen verbeteren. Maar het heeft ook te maken met kennis op de baan voor visie, voor de visie van hoe zet ik een zeil, hoe trem ik een zeil. Neem maar op. Met andere woorden, het is net alleen meer opstappen en zielen. Nee, er zit een hele filosofie achter. Hé, netjes. Prachtig. Super, jongens. Wij meten de snelheid voor de wien en ronding van boeien. Wat voor snelheid als verliest en op bepaalde manier hoe ze hem ons naar moest. Dat heeft een echte skipper wel nodig? Al die moderne technieken? Nou, je hebt het nodig, maar het is wel makkelijk. Hoeveel beter word je ervan? Wat word je er beter van? Nou, je wordt er altijd beter van. Alles wat van leiding is, is beter. Scootsjes vroeger die voelen ze minder hut als nu. Op mijn paken vroeger op dit skip nou stapt. De journalist zei van dat, dat liep wel een raket. Hij moet wel willen investeren in moderne apparatuur om toch bij te blijven met de rest. Hoe fier word je daarin in? Oh, heel fier. Maakt mij niet uit. Ik wil er alles voor doen om het ultieme gevoel en het ultieme ziel eruit te krijgen. Januari begon met eco-coaching bij Charling van den Berg. Met een hele ploeg. We zijn elke snijn ben we daar geweest. We zijn maar 2,5 uur in de sporthal. We hebben van alles, omdat ik een nieuw team heb, om het weer op te zetten. Nou, we hebben alle nieuwe jongens aan boord gekregen en de basis is gelijk blijven. En om die basis aan te sluiten bij die nieuwe jongens, hebben we het eco-coaching traject bij ingegaan. Ik aan de boot, die boot onder jou. Jij en de boot. Voor je nou begon te schillen, dan weer dat de eerste keer. En nu begin je te schillen en dan is het krekken het gevoel ben je al ben je het hele Ierland ziel. Omdat je heel veel met elkaar ermee maken hè. Nou, je begint altijd het uiterste, ik in zijn sportzaal en op het kutje ik altijd het uiterste. Vroeger ben je aan het schillen en nu ben je aan het trainen. Het is toch meer een topsportbenadering hè? Ja, daar kom ik ook bij. Zo, ik ben skaater geweest en wielrenner. En trouwens een auto-ongeluk ook net met waan. En dankzij die achtergrond probeer ik dat op te pakken. Eigenlijk boeken, daar komen dat je maar deze boord hier een woord hebben. Daar staan wij voor. Hier een woord, bam! Dat vond ik zeer. Ik vind dat de extra. Iedereen is ook vrij in zijn eigen mening en te doen wat hij wil. Alleen ja, het is bloot een stukje hobby van je. Ja, het is ook een stukje traditie. Dan hebben we het verhaal traditie en presteren, ja, dat kent het altijd samen. Het is leuk om te winnen, maar als er externe adviseurs of mediators of wat voor in moest huren, ja. Ik denk dat het een stap te vier is. Ik heb het titel net voor, ik heb een eigen bedrijf waar ik misschien met mijn Virginia moet. En ik heb het op mijn manier doen, doe ik het. En daar ben ik heel erg trots op. En ik hou van een beetje gezelligheid. Ik ben net een ploeg die alleen maar presteren wil, tijdens het ziel en al. Maar we kleren binnen, dan geven we lekker een glas bier en dan heb ik een beetje
gezelligheid. Ik mis de gezelligheid, jongens, wat, want ja, het bult schippers en bemanningen, zoals, nou, die binnen er wel bij. Maar dan ben ik gewoon, die kan wel met een autootje. En die gaan dan weer verder, jongens. Zo, en dat is net bij het zin, als naar u, zoals vroeger. Al die erin in een schip, hè, met tafels erin en slieperij erin. Zo weet vroeger, maar ja, nooit iedereen aan boord. Dat is het moderne. Iedereen met zijn eigen schip gekomen. Ja, diegene die had geen tijd, hoor het wel wat meer tijd. Dus ja, hoe hou je het zin? Je houdt de toekomst in het zin. Dat is misschien een stukje folklore en het feit dat het een, voor een deel vakantie is. Maar een biertje mag, maar niet tot s'nachts aan het bier. Het is, je moet een teamprestatie leveren, je moet fit zijn. Je moet, op een wedstrijddag moet je 3 of 4 uur moet je fit zijn, inclusief je voorbereiding. Ja, dat betekent niet dat een andere opvatting wellicht wat wenselijker is. Die vroeger net zeiden dat die nou ik net zeiden, die mijn paak ik net. Die zomer ik net, stik in de kraag. Dat hij totaal dat ken net. Dat je ook je materiaal om van, nou, wat gaat er om, 40.000 euro per jaar gaat er om. En als je daar een beetje als piepende clown er in het feest omringen, dat ken natuurlijk net. Om mij te dwaan in de top van de SKS-hielerij is er geld nodig. Commissies kunnen daarom ik net meer zonder sponsoren. Het is zo dat voor hen is een commissie. We die hun tour om het wat rond te maken. Er zitten mensen in die laten dan zelfs nog eens. 25 of 100 groen had er termijn weer. Geleidelijk is het volle meer worden een paar grote sponsoren die een baatsgeld jouwen om het spul wat oranje te houden. Stel je voor dat een goeie schip heeft 25 tot 30, 40.000 euro per jaar nodig bij de SKS om het goed zielen te leggen. Nou, had een sponsor daar 15.000 jaar of 10.000. Ja, dan heeft een dikke macht. Het scootje van Langwaar is een van de rijkste van de vloot. Ook om er meer dan 200 sponsoren binnen. Die sponsoren zullen prestaties eerstje en de plaatselijke commissie onder druk zetten. Die druk is nul. Die druk is niet heel. En ik vind dat een behoorlijke misvatting is die een beetje binnen de SKS-wereld over Langweer leeft. Ik lang weer al 20% van de kosten, jaarlijkse kosten, kunnen wij dekken vanuit de donateurs. Dus die andere 80% moet gewoon uit de markt komen. Maar een sponsorprogramma betekent niet voor ons dat de scootjesielen commerciëler wordt. Want er komt nergens een sponsoruiting naar voren. Het is gewoon sympathie voor lang weer. Men vindt die wedstrijddag hartstikke leuk en nog wat andere activiteiten. En ja, men komt inderdaad uit het netwerk van de bestuurders. En die hebben nul invloed op het beleid. En er is nul druk. Maar betekent wel dat wij het scootje goed kunnen onderhouden. Dat we af en toe nieuwe materialen kunnen kopen. En dat wij kunnen doen wat noodzakelijk is. Natuurlijk, het jouw verantwoordelijkheid. En de skippers zijn verantwoordelijk. Als het een soort druk jouwt, dat valt denk ik wel voor mij. Maar dat heb ik weer te krijgen. Maar hoe sta je als commissie daarin? Nou, het gros van de commissies, de meeste commissies, die ben daar gewoon. Die staan er gewoon heel iepen in, naar de schippen daar en ik naar de sponsoren daar van wij ben baas als commissie, de schipper bepaalt in hoe is met u's en jim natuurlijk sponsoren willen resultaat zien, maar omdat ze een grote druk, nee, dat wil ik net. Het is een bloedend speeltje en het is een bloedend hobby. Tien tjalken namen deel aan de finale van het scootjesielen 1963 op het Sneekermeer. De spannende slotfase van het traditionele 14-daagse zeilfestijn van de oude Friese beurt- en vrachtschepen. Duizenden zeilspeurtliefhebbers hadden een goed zitplaatsje gezocht om dit Friese evenement bij uitstek te volgen. Door de steeds stijgende kosten was het dit jaar voor het eerst dat er geen eigenaar schipper aan het scootjesielen meedeed. De tjalken kwamen alle uit onder de vlag van steden en dorpen die elkaar de hoogste eer betwisten. In 1973 komt Walsert in de vloot. Marjon het Helmhout skipper Siete Meter. Die te verdient die het lucratief contract afsluit. Ik meen toen de burgemeester van Balsert een keer met hij praten. Met mijn heid die zei, nou die voert het scootje wel cape hier. En dan woonde de volgende nacht. Mijn heid zei het skip in het cape. Voor mijn vrouw verkeep ik net het scootje ik net werd. Maar hij mijn peer toen, hoe nou, dan kan die bij in het zuil. Dan krijg die bij.
En we hebben een contract, weet ik wel, zo lang we met elkaar opzitten konden. Dat is het eerste wat in het contract stond. Dan zijn wij dus dik 40 jaar verbonden natuurlijk, ja. Maar van winter komt in Ien het nijs dat de B uit het zaal van het meterscootje verdwijnt. De tussenhaven is het na niet met Walzert, maar Akkerum. Ja, dat is eigenlijk een opsomming van meerdere redenen. Ze hebben 40 jaar geweldig altijd zield voor Bolzwart. En ik ben skipper, ik ben net officieel de baas. Hij is natuurlijk eigenaar van het spul. Ik heb wel een vinger in de pap. Ja, we zijn 40 jaar voor Bolzwart zield, maar veel plezier. Het was een huwelijk, alleen er kwam wat skeurtjes in het huwelijk. En een van de oorzaken, eigenlijk de hoofdoorzaak, was dat Bolzwart die GU in de grote gemeenschap Zuidwest-Friesland. En die had voor jouw skoetjes in zijn beheer. Ja, en ik die meesten moeten wat op patiënten letten. Die hebben aangegeven van, jongen, we gaan het pontenschap geven naar beneden schrouwen. Die had maar 80%. Nou, hij zei, ja, heeft een goede vriend. Het is hartstikke mooi dat je met centen zoekt schrouwen willen, maar je wie een hoofdsponsor en nou net meer. Dus dan doe ik het oors, prima, want dan wil ik mijn eigen zeilteken hebben. Schitterend. Wat zult er nou morgen barren in Bolzert? Een hele mooie inhuldiging morgenmiddag, maar daar moeten we het nog even over hebben. Voor Bolzert is dat natuurlijk sneu, dat ik gewoon zag. En voor mij dat een hele gevoel, ja, hoe moet je dat verklaren? Ja. Toen ik er ook naar begon te dachten, werd ik steeds blijder. Ik denk dat maar, dan ben je wel lekker voor jezelf. Want u zei, schip, kijk, we rotten er ik zelf mee aan. En dan hebben we een vriend die is overspronden. Ja, die hebben we wel om je ja, dat wie me wend wordt. Ik word meestal wat meer om je heen hebben mij te meiden hier. Ja. En dat miste ik helaas de laatste jaren in Bolzert, miste ik dat. Dat is tegen spietig, want het is toch een soort instituut, Bolzert, de Bolzert discussie. We hebben ons zijn van, wat juist de kracht is van het SKS-Sielen, is de strijd tussen de steden en de dorpen. Dus we vinden wel dat je weer voor een dorp of stad uitkomt. Maar, nou, in dit geval wennen ze in Akkerum. Ze wijn in Akkerum, dus is het nou de familiemeter die voor Akkerum zielt, voor namens het dorp Akkerum. Traditie en topsport. Het rint bij het scootsiesielen hield niet meer trogen waar. Aan de ene kant moet het presteerd worden. Maar aan de andere kant had de nieuwe generatie skippers ook eeg voor het verliezen. We hebben dit kutje nou, achterin hebben we dat gekocht. Sybren zit voorop. Nou, Sybren zijn paken het skipper weet op binnen wat. Jolanda, zijn vrouw, die haar omke het dit skip gewoon. Het is een al emotie, dit skip. Nou, samen met ik mee omgaan. Als je zelf een mooi truitje had, nou, dat is geweldig. En proberen we ik ze te houden. Dus het is emotie en topsport, dat is ja. Het voor jou? Ja. De reden drie is de traditie. Maar als je zus naar het materiaal, we zijn veel wat koetsjes. Hè. Wij komen peron, we hebben gieken die binnen bouwen, we hebben speciaal doeksoorten. Het echt ouderwetse spul is er ook net meer. En ja, en de tiet die vreeg het er ook om. Want ja, we moeten en zielen en hut zielen. Want daar we achteraan zitten, zitten we meestal nou, best een waardeloze skipper. En aan de andere kant zitten we, ja, je moet traditie, hè. Ja, dat werkt het meestal net samen. Het is altijd een speeltje. Ik hou er wel van het magazine dek. En ervoor. En uit net goed doen. Nou, wegwezen dan maar. En, dus ik vind wel dat het bij de traditie past van het scootsiesielen in elk geval dat er eerst gebeurt presteren. Tieden hebben tieden en ik heb ook wel zijn. We zijn net een museumsport. Scootsiesielen is een sport, een cultuursport en die ontwikkelt zich. Krijg als een taal. Een taal die leeft, ontwikkelt zich. Nou, het scootsiesielen leeft, dus het ontwikkelt zich ook. Meestal willen steeds harder en meer willen winnen. Nou, en dan wordt alles in de kast hellen om binnen de kaders die wij natuurlijk wel ingesteld hebben, om dit maximaal te brengen.